Even van der Looy, de wedstrijd van afgelopen zaterdag, ja, afgelopen zondag moet ik zeggen, tegen Almere City. Is voldoende nabesproken? Ja, zeker. Maar het is wel, natuurlijk wel een teleurstelling. Je wil en je vindt eigenlijk ook wel dat we dat soort wedstrijden moeten winnen. Is niet gelukt. Je komt met 2-0 achter en uiteindelijk kom je nog terug. Tweede helft veel beter dan de eerste helft qua spel, qua voetbal, qua het uitspelen van dingen wat je graag wil. Dus daar hebben we natuurlijk over gehad waarom de tweede helft wel, waarom de eerste helft minder. Volgens mij is dat duidelijk. Dat zit gewoon in het vinden van de vrije man. Het ook durven voetballen als die ruimte er ligt. Eerste helft zijn we dan toch iets te voorzichtig om te denken van hey, als we maar niet op achterstand komen of als we maar geen fouten maken. Dat is onnodig. We moeten gewoon voetballen. Maar al die dingen die je noemt, zijn dat nou dingen die je zelf aangedragen hebt of komt er uit de groep? Beide. Uiteindelijk kijk ik altijd zelf de wedstrijd na en vorm ik mezelf een mening over wat ik zie. En daarna gaan we in de bespreking en dan vraag ik vaak aan de spelers wat zij hebben gevoeld in de wedstrijd. Want kijk, wij zitten langs de kant en uiteindelijk gaat het erom wat de spelers die op het veld staan, wat ze voelen, wat ze zien en of ze herkennen wat er gebeurt. En vonden ze dat Almere zoveel druk zette dat we niet konden voetballen of was die drukte misschien wel of was die ruimte er misschien wel? Nou ja, daar hebben we het over gehad. Dus er komt ook prima input van de spelers. Was het mooi dat je tijdens een rust dan even kunt ingrijpen? Nou, het is altijd goed om in de rust even dan met elkaar te kunnen praten van wat je ziet. En gelukkig pakte dat na rust meteen uit met een penalty. Daarna hadden we het rode kaart moment natuurlijk. Maar je kon vanaf minuut 1 in de tweede helft al zien dat we veel meer het in de gaten hadden dat we konden voetballen. Zeg maar, en dat we dat ook deden. Goed, opnieuw op een zondagwedstrijd. En nog wel om 8 uur 's avonds. Ja. En nog een wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Nou, allereerst over het tijdstip. Dat is natuurlijk voor ons hartstikke vervelend. En niet voor ons bedoel ik niet voor de spelers en de trainer. Maar dat bedoel ik wel voor ons als Heracles supporters. En iedereen die daar vanuit hier naartoe wil. Want dat is natuurlijk geen tijd als je de volgende dag gewoon moet werken. Geldt eigenlijk ook voor de Feyenoord seizoenkaarthouders met kleine kinderen en zo. Dus dat is dus zeker geen ideale tijd. Maar dat heeft natuurlijk niks met de wedstrijd zelf op zich te maken. Daar moeten wij ook gewoon weer voetballen wanneer het kan. En dat zullen we moeten herkennen, want Feyenoord kan goed druk zetten. Dat doen ze agressief, dat doen ze met een hoge intensiteit. Ze kunnen goed lopen, maar ook daar zijn vrije mensen te vinden om te voetballen. En dat is wel waar wij ook voor staan als Heracles. We kunnen voetballen, we hebben ook voetballers op het veld staan hè, met Aydin, met de Keersmaker, met Emiel en noem alles maar op. Dus dan moeten we dat ook wel doen. Ja, dan komen we meteen bij het elftal terecht. Hoe ziet het elftal eruit zondagavond? Zijn er verrassingen? Voor de trainer natuurlijk niet, want we hebben het er de hele week over. Misschien, maar ik denk ook voor jullie niet zo. Dat betekent dus dat we zowat hetzelfde elftal in het veld zien dan afgelopen zondagavond? Ja, nou ja, het zal er wel wat op lijken. Nee, ik ga natuurlijk niet te veel over de opstelling vertellen, dat is altijd zo. Nee, dat zijn we gewend dat je dat zegt. Maar ja, wij proberen altijd wat te ontfutselen. Nee, maar dat is ook terecht. Dat is ook jullie taak. En ik blijf het gewoon proberen te ontkennen. Voor een aantal spelers zal het waarschijnlijk de eerste keer zijn dat ze in zo'n groot stadion spelen. Ja, nou, of misschien voor een paar. Maar ik denk ook wel, we hebben ook wel wat ervaring natuurlijk. Justin, Kelvin, Michael, Aydin. Aydin heeft ook op de WK gespeeld. Dus Jordi loopt al wat jaartjes mee. Dus er zijn best ook wel wat jongens die daar al wel wat meer ervaring hebben. Dus ook dat is gewoon een voetbalveld van de normale afmetingen. En ook daar kun je prima voetballen. Met wat voor instelling gaat Heracles het veld in? Een instelling van we proberen een punt te pakken? Of gaan we zelfs verder? Nee, we gaan gewoon voor een resultaat. En uiteindelijk, het gaat er vooral om presteren we maximaal. En halen we uit die wedstrijd wat erin zit. En dan weet je, als wij top spelen en als Feyenoord top speelt, dan kunnen wij die wedstrijd verliezen. Maar als wij top spelen en Feyenoord speelt niet top, dan kan het ook een gelijkspel worden of een nog beter resultaat voor ons. En we gaan er echt niet van tevoren in van we gaan voor 0-0 of we gaan voor 1-1 of zo. Zo kun je ook nooit spelen. Zou het bij een topclub mogelijk zijn dat ze zeggen van nou, Raken staat zo laag, we doen maar kalm aan? Nou, dat mag, als ze dat willen. Dus, ook bij hun zal het. Normaal gesproken heeft Feyenoord dat wel goed voor elkaar, moet ik zeggen. Qua intensiteit en klaar zijn voor een wedstrijd. Maar los daarvan, ook als zij volle bak gaan en niet zeggen van we doen het rustig aan, dan moeten wij gewoon gewapend zijn om daar gewoon goed te voetballen. En dat kunnen we ook gewoon, vind ik. Erwin, pak wat je pakken kunt. Absoluut, daar gaan we voor.
Zo'n mooie uitspraak.